touw. Kijk, dit mag je wel gebruiken. Je gaat over. Nelly even moeder, Karab in zoe. En Riekelt, even Karab in zijn nek en in zoe. Nou, je veert dat ze niet meer eens. Ja, dat is gewoon nog steeds samen. Zing ik ervoor? Ja. Iets? Zing ik ervoor? Ja, iets, maar dan iets. En namens moet ik even worsten hoor, dat, ik wil wel een beeld willen komen. Ja, is goed. Neem je foto's met geluid? Is goed. Weet ik niet. Ik wil nu graag het woord geven aan de heer Roep.
zeggen altijd, wij komen uit Bloemendaal, het mooiste strand van Nederland. Maar als het dan hier aankomt, dan is het toch een cultuurschok. Want het is hier ook een verdraaid mooi plaatje. Dus ik moest even denken, dat ben ik geëindigd. Maar ik ben wel blij dat er zoveel mensen zijn vandaag. Het is een belangrijke dag natuurlijk, een doping voor de boot. Tenminste, bij ons is het heel belangrijk, want dat is een traditie wat we altijd graag wilden herhalen. En dat is dan eindelijk gebeurd. Nou, en dan als ik dan hier binnenkom en ik zie allemaal van die vertrouwde blauwe shirtjes met KNM op, denk ik, maar het is net of ik weer op strand ben bij ons in Bloemendaal in Zandvoort. Want daar lopen de mannen ook altijd. En dat is gewoon weer vertrouwd. Ambulancepersoneel, dat zie ik bij ons op de post. Politie in feestkleding. Helemaal top. Dus ik ben volgens mij weer heel aardig thuis. En ik moest een paar dingen vertellen over mijn oom en tante. Want mijn oom en tante, oom Henk en tante Henny, zeg maar, Nol te Kloek. Oom Henk's vader was vroeger tankerkapitein. En die was gestationeerd in Curaçao. Dus hij heeft in Curaçao opgegroeid. Totdat hij naar school moest, zeg maar, en moest studeren. En toen is hij naar Nederland gekomen en heeft hij hier de opleiding in architectuur gevolgd. En is later weer teruggegaan naar Curaçao. Is hij eerst daar bij de regering gaan werken. En later is hij voor zichzelf begonnen. Hij heeft heel veel werk gedaan voor het gouvernement. En heel veel gebouwen opgeknapt op het eiland. Hij heeft ook monumenten zoals op Curaçao opgericht. En later kocht hij ook samen met hun bandjes om op te knappen en de cultuur voor Curaçao te behouden. Dus in Curaçao was mijn oom een best wel vooraanstaand persoon en bekend. Nou, ze kwamen vroeger altijd naar Nederland toe. Toen kwamen ze met de boot, zeg maar, van de Holland-Amerika-lijn. De Oranje en Nassau heet dat ook, dat boot waar ze vaak gingen. En dan kwamen ze natuurlijk over zee. Dus je hoeft ze niks meer te vertellen over zee en het belang van redden. Want als je dagen op zee zit, dan denk je van, hey, dat is wel belangrijk. En mijn oom had ook een zuster en de man van die zuster, die heeft in 1957, als ik dat mijn hoofd moet doen, heeft hij een tijdje als schipbreukeling in zee gelegen, was hij overboord gegaan. En heb hij met een overhemd de haaien van zich af moeten slaan. En dat verhaal, dat werd verteld ook toen ik zelf zo was. Ik ben nu 2 meter, dus dat is helemaal geleden. Dat is ons altijd bijgebleven. Dus ook dat is natuurlijk weer traditie, dat ze toch wel met water te maken hadden. Uiteindelijk was voor jullie een vreselijke ramp dat in Ameland de paarden verdronken. Nou, dat heeft toen zo'n indruk gemaakt op mijn oom en tante, dat ze gezegd hebben van als wij komen te overlijden, dan moeten we een boot schenken aan de reddingsmaatschappij. En dan moet die benamen. Nou ja, kost natuurlijk klappen geld. Daarom is het hartstikke mooi dat we in deze vorm toch zo'n boot met hun naam erop in het voortbestaan is. En ik denk dat als ik zo kijk naar het IJsselmeer, wij zeggen altijd gekscherend bij ons op strand, het is vandaag IJsselmeer, weet je, er zijn er geen golven, is het vlak weer. Maar ik weet best dat hier onwijs kan stormen. En als ik op jullie site gelezen heb, dat jullie ruim 70 hulpverleningen hebben gedaan, nou, dan denk ik van nou, dat is toch wel een aardige club, ik doe nogal wat. Een zeilboot met motorstoring, een vrachtschip waar pompen ingezet moeten worden, het lijkt wel een werkbedrijf. Dan denk ik, die jongens doen toch wel goede dingen. En dan ben je wel trots, want wij zijn zelf ook zo trots als we op zee wat mooie dingen uithalen. En dan denk ik, nou, dan zijn we toch weer thuis in een familie waar het allemaal, dat allemaal bij elkaar hoort. Dus het geschenk van mijn tante komt geweldig goed terecht. Dus dat is eigenlijk een beetje het verhaal van mijn tante. Ik wil nog één stukje dat wou ik er even zeggen, want ik zie zoveel vrouwen hier ook bij. En bij vrijwilligers is het altijd, die moeten het altijd op hun vrijwillige dag doen. Dus altijd op zaterdag, de vrouwen moeten die dan altijd missen. Dat is altijd zo. Ik heb ook altijd een bespreking bij de gemeente, altijd door de week. Dus je moet even zien hoe je met je werk doet. Want als vrijwilliger is dat normaal. Nou, de vrouwen die moeten de mannen natuurlijk altijd heel erg missen. Maar bij ons op de site staat een mooi stukje spreuk. En ik denk, dat moet ik dan toch wel hier vertellen. Want vrijwillig zijn is vrijwillig, maar niet vrijblijvend. Is verbonden, maar niet gebonden. Is onbetaalbaar, maar niet te koop. Is positief denken en positief doen. Maar met enig doel voor jezelf en de ander een goed gevoel. Nou, ik denk daar waar ik mee besluiten. Oom Joop was een oude redder bij ons, die is 60 jaar lid geweest. En die zei al dat ik wens jullie een goede. Nee, wat zeg, daar kom ik rustig aan. Een behouden wacht. Ik wou zeggen behouden vaart. Ik wens jullie een behouden wacht. Ik hoop dat jullie heel veel mooie dingen mogen doen. Dankjewel. Gebondenheid is vandaag ontstaan tussen Urk en Bloemendaal. En ik denk dat als jullie de boekingssite van Weekendje Weg in de gaten gaan houden, dat de plotseling vanaf vandaag heel veel
Urkers, die heet je Bloemendaal. Dan gaan wij jullie gebak daar proeven. Maar dat doen ze wel mee. Uitzak, best praktisch. Dan nemen we dat mee. Ja. Bedankt voor de goede woorden. En als je dan zo'n stukje levensgeschiedenis hoort, dan is dat toch wel indrukwekkend dat een deel daarvan op Urk terechtkomt. En het verhaal met het overhemd en de haai, dat zullen we onthouden. Bedankt. Ik wil nu graag het woord geven aan de heer Van Duin. Dames en heren, goedemiddag. Het is mooi dat wij hier vandaag op Urk met zoveel mensen samen zijn om deze heugelijke gebeurtenis van de doop van een nieuwe boot voor Urk met elkaar te vieren. We hebben net al een paar mooie sweeping statements gehad. De politie in feestkleding, fijn dat jullie erbij zijn. Ik weet niet of je dat vaak hoort, maar ik vond het op zichzelf wel een hele mooie kreet. Ook fijn dat de gord erbij is. In de hulpverleningsketen is de KNRM een speler samen met u allen. En wat dat betreft is het goed dat we met elkaar ook deze heugelijke gebeurtenis vieren. Op een dag als dit zijn wij dankbaar dat wij weer een nieuwe boot tot de vloot kunnen toevoegen. En dan zijn we natuurlijk in eerste instantie dankbaar aan de schenkster, of eigenlijk de schenkers, de heer en mevrouw Nolte Kloek. We hebben al een klein beetje toelichting gehad over hoe hun binding met de zee was. Grappig, ik ben net gisteren teruggekomen van een vakantietje in Curaçao. En ik heb inderdaad kunnen zien dat het restauratietraject in Curaçao van de oude landhuizen, maar ook in Otgabanda, nog steeds vol op stoom is. En ik vind het leuk om te horen dat de schenkers van vandaag inderdaad daar ook een toegevoegde waarde hebben gehad. En het is denk ik ook mooi om te weten dat dat hele proces nog steeds in volle gang is en inderdaad prachtige resultaten afwerpt. Vandaag is natuurlijk in eerste instantie zijn het de schenkster, maar de doopster wil ik een bijzonder woord van welkom geven. Mevrouw Berkhoff, u heeft vandaag uw taak met verve vervuld. U vertelde mij dat het de eerste keer was, maar dat viel eigenlijk niet op. Ik moet zeggen, u heeft het perfect gedaan. En ik moet zeggen, de achteloosheid waarmee u de champagne over de boot sprenkelde, getuigde inderdaad van veel bekwaamheid. En u heeft dat geweldig gedaan. Wij zijn zeer dankbaar, ik heb het al gezegd, met deze schenking. Maar we zijn u ook dankbaar voor het feit dat u in die familieband naar uw tante en oom deze daad heeft willen verrichten en deze naam heeft willen onthullen. Heel hartelijk dank daarvoor, niet alleen namens Urk, maar ook namens de hele Kamer. Bij zo'n daad horen een paar cadeautjes. En ik wil u vragen om naar voren te komen. Dan krijgt u wat cadeautjes. En die cadeautjes zijn gedeeltelijk traditioneel. Zoals u weet, want u heeft een aantal, daar was nog van die haai, maar er zijn een aantal bindingen in de familie met het maritieme métier. En wij binnen het maritieme métier zijn we altijd toch erg gebonden aan tradities, aan ceremonies. Sommigen noemen dat geloof, anderen noemen dat bijgeloof. Maar het is wel een feit, dus een doop wordt gedaan door een vrouw, niet door een man, altijd door een vrouw. Daar zijn hele mooie theorieën over, die zal ik nu niet gaan vertellen, want dat duurt veel te lang. Maar een van de dingen die daarbij horen is het feit dat de naam uiteraard onthuld wordt. En dat boot en bemanning een behouden vaart worden gewenst. En dat met een bijltje inderdaad een touwtje wordt doorgeslagen. Nou was dat vroeger zo, bij schepen die te water geladen werden, die lagen op een helling. En die lagen nog met één tros vast. En dan heette het, met deze slag van die bijl, werden de laatste beletselen werden losgeslagen, zodanig dat het schip vrij zijn element kon opzoeken. Dat bijltje, dat gebruiken wij ook. Niet vanwege die laatste tros, maar wel voor de onthulling van een naam. Ik wil u dat bijltje graag aanbieden als een aandenken van deze dag. U heeft inmiddels al ervaren dat hij scherp is. En dat u er dus voorzichtig mee moet zijn. Maar ik wil u toch graag geven. Ja.
gaten moet je kopen en niet krijgen. Hier is je zes. Dat is inderdaad ook een belangrijk punt. Het schenken van iets schermen. Dat je een soort vriendschapsbanden niet worden doorgesneden. En dat is bij deze is dat afgekocht en dat is heel goed. En ik ben blij dat de vriendschapsbanden blijven. En wat ik ook hoop, dat de vriendschapsbanden tussen u en het station Urk zullen blijven bestaan. En ik heb net van de secretaris al gehoord dat we grote economische plannen gaan opzetten tussen Bloemendaal en Urk. En dat komt allemaal goed voor elkaar. Ik heb hier een cadeautje voor u, u mag het zo meteen uitpakken.